Hallo, opeens weer bij de Gamers in de online van de Minecraft Survival. Hey, 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 hey. Jullie konden stemmen tussen Rick ga nog een keer twee winners doen of Rick ga die Ender Dragon verslaan. Nou jongens, de stemmen zijn geteld en die zijn keihard neergekomen op ga de Ender Dragon verslaan. Ik geloof dat ik hier nog wat pearls heb liggen. Ah ja, er zijn nog wel wat pearls naar beneden gevallen hier en daar. Huppakee, ik heb heel veel pearls open flikkeren. Nu heb ik wel genoeg, die heb ik in principe in creative gegooid. Ga ik er eerlijk over zijn, ik heb echt geen zin om zoveel pearls te doen. Ik heb gezegd dat je wiskundig kan berekenen. Zal ik nog een keer jullie bewijzen in een aparte video. Ik zal even de coördinaten laten zien. Ik ga echt geen spoor bouwen vanaf hier. Dat duurt veel te lang om hier een treinrails voor neer te leggen. Voor die village wil ik het best doen. Maar dit is gewoon veel te vers. Gekke werk. Insanity. Het goede is, als ik de Ender Dragon versla, word ik weer wakker in mijn huis. Dus ik hoef niet terug te lopen. Hey, ik heb gewoon full iron mee voor het geval dat ik wel dood ga. Want ik heb geen zin om mijn full enchanted gold armor, enchanted diamond armor kwijt te raken. Dus gaan we dit doen. We moeten eventjes niet recht naar beneden graven, want... de enderpearl viel precies hier. Dus waarschijnlijk zitten we dan bij de portal zelf. Oftewel bij de lava. En als wij in één keer in de lava vallen door de portal heen, dan gaat het niet zo heel erg goed. Waarom heb je zoveel buckets of water mee? In die end vallen de endermen me dan niet aan. Als ik dan even wil vluchten van de endermen, dan ga ik gewoon op een plekje staan met heel veel water. Dat is heel slim. Dat is over nagedacht. Een strategie die gebruik ik wel vaker. In mijn Minecraft Hardcore Road to the End doe ik dat ook. Moet je zeker kijken. Geniale serie. Ben ik dus in hardcore mode. De Ender Dragon verslaan en ik ga meerdere keren dood en dan begin ik weer opnieuw en dan gaan we weer dood en dan begin ik weer in een nieuwe wereld. Hele leuke serie, ik vind het persoonlijk een van mijn, van mijn Minecraft series vind ik het sowieso de beste. Nou de beste, ik vind het in ieder geval wel de leukste. Dus ja, zeker een aanrader, ik zal een linkje in de beschrijving zetten voor de geïnteresseerden daarin. In de Minecraft Road to the End zoals dat heet. Even kijken, waar ben je nou? Ja, ik weet natuurlijk niet precies waar dat zit, maar mijn Ender Pearls die stopt hier ergens, dus hier ergens. Zou die portal moeten zijn. Anders ga ik gewoon een grote ruimte afgraven. En dan gooi ik een pearl. En dan zien we vanzelf waar die neerkomt. Ik ga gewoon in deze kleine ruimte. Ga ik een pearl gooien. Even kijken. Wat zeg jij daarvan, pearl? Ik zal ook even de voorkant voor je weggraven. Want dan kun je natuurlijk niet doorheen. Eens even kieken. Zo. Nou, pearl, welke kant moeten we op? gaat hij recht naar beneden? Ja, recht naar beneden. Hier. Hier moeten we heen. Dankjewel, Pearl, voor jouw richtingsaanwijzingen. Als ik jou toen niet had, we moeten gewoon dieper. We have to go deeper. Net Inception dit. Maar pickaxe heeft niet zo heel veel gebeurens. Dus ja, in die end gaan we niet heel veel pickaxe gebeuren. Maar, als het goed is, kan een Wither gewoon door obsidian breken. Maar, er is één soort stof waar de Wither niet doorheen kan. Rick, welke stof is dat dan? Endstone. Tenminste, dat is mij verteld. Of ik zag het op de wiki. We zijn er. Endstone kan de Wither niet doorheen. Dus als we gewoon even een paar endstoontjes meenemen. Daar een mooie Wither gevangenis voor maken. Dan wordt het lachen. Ik hoor gewoon Silverfish. Dit gaat niet goed. Ik heb trouwens ook met een Diamond Sword met Knockback meegenomen. Gewoon omdat ik die wel kan missen als ik doodga. Ik wist gewoon... Ik zou niet in de lava vallen als ik naar beneden viel. Maar zou er wel dichtbij komen. Ik ga proberen vanaf boven die spawner kapot te maken. Dus hoe gaan we dat doen? Goeie vraag. Even iets wat kobbel pakken daar. Kobbeltje. Kobbeltje. Ik moet even kijken, die dingen moeten dood. Ik heb een boog mee, dat is handig. Sterf! Silverfish! Het geeft wel lekker levels trouwens, dat moet ik toegeven. Ik kan nu denk ik best gewoon naar beneden duiken en één keer erop. Er zitten wel meerdere silverfish hier, maar ik denk dat dat te doen is. Sterf! Ah! Oké, okay, dat ging best wel goed. Sterf! Waar zit je? Oh, daar! Kut. Nee! Kut silverfish. Ik heb trouwens helemaal niks cools en niet iets cools. Niks cools. Ik heb wel een keer iets cools, maar ik heb niks cools deze aflevering laten zien van de beacons. Ik heb namelijk klein beetje mijn huis gemodified. Waar zit je, kutbeest? Je duwde me bijna in de lava. Ga je oen. Goed zo. Er zijn er nog veel te veel ook. Stop! Met... Oh god, ze hebben de lava geopend. Oh, dat is natuurlijk een silverfish in dat lava blokje even dichtmaken. Die zooi. Zo, beter. Heel veel stone brick monster egg. Als ik dat mine kom, is er ook weer uit. Dat is niet echt handig. Ik kan even een paar chests looten. Een beetje in de zon lopen. Kijk, twee extra en de pearls. Dat is niet slecht, toch? Precies. Gewoon een beetje doorheen lopen. Vind je wel leuk om mij dit te zien checken. Tenminste, en anders heb je pech. Het doel van deze aflevering is gewoon de Ender Dragon verslaan. Als het een wat langere aflevering wordt, heb ik er totaal geen problemen mee. Want we hebben gisteren de 10.000 abonnees gehaald. Dus hier maar als een kleine voorafgaande special. Gewoon om u te bedanken. Want ja, de meeste mensen kijken toch bijna iedereen mijn kanaal. Kijken bij mijn Minecraft video's dus. Oh, hallo daar. Goedemorgen. Dat is raar, een dungeon song op met een halve deur. Hoe de fuck kan dat nou weer? Dat is raar. Ik vind het een beetje donker hier, een beetje creeper. Ik heb ook wat watermeloen mee, wat lekker eten. Oh god, dat zijn veel skeletons, joh. Dat is niet zo mooi, hè. Dat is niet zo mooi, Rick. Hoppa, lakkee. Oké, okay, even wat toortjes hier en daar, is wel fijn. Altijd fijn, even wat watermeloen eten. Ik heb een hele stack mee, er is genoeg voor iedereen. En voor Rick. Maar ik ben al iedereen. Oh, oké okay, dan. Een beetje licht op de zaak werpen. Zo. Dat is mooi. Wat de fuck moet dit... Huh? Dat was raar.
Nee, stop! Gemene, gemene skeleton. Die knockback is trouwens best wel irritant, moet ik zeggen. Stiekem vind ik die knockback niet leuk. Ik denk dat ik het liefst gewoon maar even terug ga naar mijn portal en de ender dragon even een kopje kleiner maak. Of twee kopjes, of gewoon dood in het algemeen. Het liefst gewoon dood. Oh, ik liep zelfs een rondje, dat was handig. Ik ben verdwaald. Oké, fuck. Was ik naar de over... Ja, ik kwam daar vandaan, toch? Ik weet het niet eens meer. Help, ja, ik kwam daar vandaan. Oké, dan kan ik deze deur even gaan checken. Houd die er even uit. Bedankt voor je iron door, sukkel. Een vleermuis. Een skeleton. Nee! Ik heb je. Ik zal hier even gauw twee toortjes neerzetten. Van die kant kwam je, Rick. Dan moet je daar weer heen. Zal ik doen, Rick. Van de toekomst of verleden of wat dan ook. Dan moet ik zo meteen zeggen. Oké, Rick van het verleden, je hebt me goed geholpen. Dat zou Rick van de toekomst zeggen. Say what? Precies. Ja. Toortjes plaatsen is ook een hobby. Is ook hartstikke leuk. Is ook fantastisch. Een skeleton. Ik slik heel erg mijn eigen woorden in. En ik maak hele rare geformuleerde zinnen. Dat is niet zo mooi. Als je commentaar geeft op YouTube. Nee, hè? Hij kon omdat ik vandaag al 3 van die hele blikken bullet op heb. En soms dan moet ik dat even uit in mijn commentaar. Ik ben niet iemand die hyper wordt van energy. Maar in mijn commentaar kan ik heel erg mijn eigen woorden gaan inslikken. Dat haat ik. Ik haat het. Ja. Nou, even terug. Rick van het verleden. Waar moeten we heen? Ah, deze kant op zegt Rick van het verleden. Bedankt, man. Als ik jou toen niet had. Precies. Even kijken. Deze kant op. Oh ja, had ik die Iron Door eruit gehaald. En dan die kant op. En dan zijn we weer boven. Yeah! We hebben veel onderzoek gedaan. We hebben echt heel veel handige dingen gevonden. Eigenlijk helemaal niks. Even kijken. We gaan even hier omhoog. Hartstikke leuk. Oh, hier kom ik vandaan. Oké, dan gaan we nog even hierheen, denk ik. Vind ik nog wel gezellig. Hallo daar. Oh god, ik ben nu echt verdwaald. Ik begin langzamerhand steeds meer verdwaald te worden in deze puinhoop. Oh god, één knopje. Dank je. Hallo daar. Nog een nieuwe kamer. Oh god, ik ga zeker hier nooit meer vrijkomen. Hey, vet, een coole trap. Mooi man. Is mooi. Wauw, dit is een grote stronghold. Mag ik weer naar huis, jongens? Ik wil weer naar mijn portal toe eigenlijk. Kan ik die gewoon vinden met mijn enderpearl eigenlijk hier? Dan heb ik er toch 20 van. Wat is hier beneden allemaal zoal? Hallo daar. Oh, lekker weinig. Meestal hebben ze nog wel een bibliotheek. Heb je heel veel boeken. Niet die je nodig hebt. Ik heb geen boeken nodig, maar gratis boeken is altijd leuk. Behalve als saaie boeken zijn. Dat zijn best wel veel boeken. Ik zou het niet kunnen weten, want ik lees niet zoveel boeken. Geen idee waarom ik daarbij lag. Hallo daar. Bijna hartaanval. Wat is dat daar? Hey, dat is handig. Dat is handig. Geen idee waarom het handig is, maar... Zo, ik ben echt zo verdwaald dat het niet eens meer leuk is gewoon. Ik kan gewoon daar een vanaf hier. Dat gaan we doen, omdat het kan. We gaan het doen, omdat het kan. Oh, die skeletons kunnen mij best wel raken vanaf onder. Dat moeten ze even niet doen. Dat vind ik niet leuk. Als jullie dat doen, jongens, dan ben ik jullie vriend niet meer. Oh shit. Oh god, schiet op me. Kut. Hop. Yay, we zijn aan de overkant. Woo! We zijn over het gevaarlijke ravijn gegaan. Hé, we zijn hier weer. Woehoe! Oh, oopsie, floepsie. Wat een ontdekkingstocht, zeg. Zo, hé. Waar kan ik naar gekop? Goeie vraag. Auw, mijn botten. Alle botten in mijn lichaam zijn helemaal dood. Ik ben echt verdwaald. Echt heel erg. Waarom in één keer wood? Sinds wanneer heb ik een stronghold wood? Dat is raar. Ja, iemand nog enig idee waar ik heen moet? Ik namelijk niet. Ik heb het opgegeven. Zit er nou serieus een mineshaft en een stronghold bij elkaar? Dat... Waaah! Really? What the fuck? What the actual fuck? Fuck! Nou, dat was de poging van deze aflevering. Dat was fantastisch. Wat goed dat ik niet met mijn diamond armor ben heen gegaan. Alhoewel, als ik met mijn diamond armor ging, dan had ik het waarschijnlijk wel gewoon gehaald. Wat ik wil laten zien is een nieuwe ingang. Kijk, dit. Je redt het alleen als je mij bent. Kijk maar, ik heb hier dit. Ik heb heel veel enderpearl dingen. Ik heb dat jump boost aan. Want daar is nog heel veel enderpearls liggen. Ik heb jump boost aan, waardoor ik 2 blokjes hoog kan springen. Waardoor ik op mijn eigen trap kan. Mobs hebben die boost niet. En die kunnen dus niet mijn huis in. Heel slim, hè? Heel slim gemaakt. We gaan even lekker naar binnen. Goeiedag. Hallo daar, mensen van mijn huis. Nog een leuk trucje. Is deze van verbazingwekkende goocheltruc. Ik zou zo kinderfeestjes kunnen doen. Moet je zien wat ik ga doen. Woehoe! Oh, nee. Kut. De bedoeling was dat ik het juist ging halen. Dat een kut truc. Dat moet even niet in de fik staan. Is even uit de fik. Zoals ik dat altijd noem. In de fik en daarna ga je er weer uit. Heel mooi gezegd. Hoppakee. Het idee is dus dat je deze jump haalt.
Nee. Ik wou juist cool doen, zo van kijk jongens, ik kan even twee source blocks lava inspringen door die jump boost. En toen ging ik dood, dus eventjes, dat is niet zo mooi. Nog een keer. Even demonstreren. Hoe mooi dat is, hè. Ah! Waarom lukt het nou niet meer? Eerst lukt het me al. Jij probeert ook schuin voor de extra toegevoegde moeilijkheid, maar... Oké, ik ga weer dood. Nee, water! Oké, auw. Mooi, en ik ben weer gesist. Ja, wat nu eigenlijk? Ik stel voor, was even een widdertje te doden. Eentje. Dan doen we de volgende aflevering. Gaan we weer de ender dragon doen waarschijnlijk, maar... Alsnog. Oh, ik heb helemaal geen widderspullen. Moet ik nog helemaal halen, joh. Toch? Ja, die moet ik nog halen. Dan moet ik een widder doden als ik de spullen niet heb, hè. Moet ik eens weer helemaal gaan nedereren. Hier zijn allemaal mooie spulletjes nog veilig. Ik heb trouwens nog een enchanted boek met power 1. Wauw. Kan ik die gewoon naar mijn boog gooien dan? Oh, die heeft een power 4. Dat is niet slim, hè. Dat is niet slim. Ik heb nog even flint, eggs. Oh ja, we moesten nog twee farms maken, toch? Ja, maar dan gaan we niet deze afleveren. We moesten nog een potato farm zeker en nog een farm. Nou ja, nu ik toch straatschoffie ben, ga ik even mijn farms checken een beetje. De standaard troep die Rick doet, dus een normale levertje. Hier is mijn fantastische farm. Hallo daar, fantastische farm. Hier zijn mijn fantastische kippen. En die is lekker dood. Ik ben boos. Ah, ik ging dood door een creeper die op mijn hoofd viel. Waarom? Een spin. Oh, die kunnen natuurlijk gewoon... Dom van mij, dom. Oké, wat hebben we hier voor leuks? Twee creepers. Die zetten we eventjes aan. En dan wachten we even tot er een lieve skeleton komt. En die kan ons helpen met het farmen van leuke spulletjes. Even deze aan. En deze open. Goedemorgen, meneer en mevrouw creeper. Een skeleton zal van zal. Zo spoedig mogelijk bij u zijn. Om u dood te maken. En mijn music disc te geven. Ha, ha, ha. Deze zijn nog niet helemaal klaar voor de oogst. En deze zijn altijd klaar voor de oogst. Dat scheelt. Hop, watermeloen. Woehoe. Volgende aflevering gaan we dus sowieso weer naar de dingen. Zo, en dan gaan we niet eerst door de voortel zijn. Dan gaan we meteen to the case de ender dragon in elkaar mappen. Even kijken, die nether wards kan ik in principe looten, maar deze dingen krijg je dan maar één ward voor terug, denk ik. Of niks. Ja, ik krijg er gewoon maar één voor terug. Ah, dan kunnen we hem wel looten. Moet ik wel eens weer terugplanten, zeg maar. Moeite en zo, ik ben een luie jongen, ik gebruik die wards amper. Maar het is nog eens leuk, hartstikke leuk. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hip, hop, hip, hop, hip, hop, hip, hop. Ah, is fantastisch. Wat kunnen we nog meer doen? Ik weet dat mensen zeiden dat in de village die ik had gevonden, daar achter een desert temple was. Anders gaan we daar deze aflevering nog even heen. Eigenlijk zit de tijd van de afleveringen zelfs al op. Maar ik ben een goede kerel. Gisteren 10.000 abonnees. Ik zei, dit wordt een wat langere video. Dan gaan we nog even naar de desert temple. Maak ik even gewoon een setje full iron. Of ik heb misschien nog wel een setje full gold liggen of zo van een van de vorige afleveringen. Neem maar dat setje even mee. Is ook wel leuk. Ja toch. Even een super geheime ingang nemen. Hoppa. Yeah. Heb je eens gaan een setje gold pakken of iron of wat dan ook. Ah, ik heb dan een setje gold. Told you. En dan gaan we eens gauw die desert temple verkennen. Vind ik ook wel een leuke opdracht. Fucking chill, die generation jump boost en die strength. Oh yeah, ik ben de gouden Mexicaan. We no speak Americano. Oké, dan. Wat nemen we allemaal voor lekkers mee? Ik ben even wat potatoes baken. Kijk, ook weer experience voor. Zo heb je eens gauw in de furnace flikkeren. Voilà. Oh, er zit nog steeds glas in. Fantastisch. Waar was het glas ook alweer voor? Oh ja, voor die beacons ga ik wel meer van nodig hebben, want er komen nog twee beacons bij. Waarschijnlijk volgende... Oh, ik neem even gauw een setje. Ik heb al armor mee. Even een pickaxe is wel fijn. Gewoon even een iron pickaxe hoor. Dan ga ik verder met record als ik bij mijn village ben. Tot zo! Hallo, ben ik weer. Ik heb heel veel weed meegenomen voor deze lieverd, want een van deze dudes die ruilde weed geloof ik. Ja, voor van die mooie emeralds. Dankjewel. Dat was leuk zaken doen. Leuk zaken doen met u meneer. Ook al, ik snap het niet meer. Ah, emeralds, fijn. Nog meer emeralds, oh dat gaat lekker zo toch. Gaat lekker zo, oh 19 wiet voor een emerald is wel veel. 19 wiet voor een emerald, grapje als Rick. Maar mag ik hem niet meer? Nou, Rick, je mag die emerald, what the fuck. Rare villager jij hoor, rare wiet villager. What the fuck, snap ik, volg jou niet meer. Geef me die emeralds dan, boy. Nou dan hou ik het wel, jemig. Ik heb tenminste 8 emeralds. Ik weet niet of het nog wat leuks is met de ruil die ergens in de stad. Ik kan ook niet over dit hek heen. Als ik nou mijn jumpkracht had, dat is best chill. Dan kun je gewoon in hokken van beesten springen. Alleen de beesten kunnen er niet in de vijver. Maar ik wel. Herinner ik me nu opeens. Dat is best slim. Ik heb gewoon twee stukjes dirt mee. Even een uitweg maken. Nu ik heb gauw naar mijn tempel die daar in de verte zat. Heel goed gezien van mensen. Want ik had hem zelf namelijk totaal niet gezien. Maar jullie kijkers wel. Toen even blij dat ik series op YouTube doe waar 10.000 mannen kijkt. Want dan valt dit soort dingen wel eens op. Nog meer oranje wol. Ik heb nu zelf schapen, dus het boeit me eigenlijk heel weinig. Ik heb zelfs oranje schapen, maar alsnog. Ik heb nu een setje voel. Opeens de gedachte dat ik helemaal geen
Voelt mij, je hebt niet zo heel slim. Dan gaan we de tempel in, denk. Hallo daar. Goeiedag. Zal goed opletten voor traps. En oh mijn god, een zombie boy. Hallo daar, zombie meneer. Sterf. Oké, ik heb nu tenminste wat food. Ik heb rotte flash. Dat is lekker. Hartstikke lekker. Even wat rotte flash. Als het goed is, zit hieronder weer, onder het blauwe stukje wol. Zit weer een kamer, net als de vorige keer. Alleen het probleem is dat we niet direct op die pressure plate vallen. Nou ja, wij vallen direct op die pressure plate, ja. Even kijken. Hier val je ook direct. Ja, ik moet hier zo in. Hier. Sorry daarvoor. Ik ben nog steeds zieker. Nou, ik was niet ziek. Ik moest gewoon kuchen. Misschien word ik zieker. Ik heb geen idee. Zo, beter. Hallo daar, chest. Respiration 3. What the fuck is dat? Comments, please. Ik heb geen idee wat het is. Oeh, een diamond. Oeh, en wat gold. Hartstikke leuk, die gold. Dankjewel. En wat zit daarvoor leuk? Nee, zelfs een emerald. Ik zei een emerald, bedoel een diamond. Mensen gaan dat zo erg, worden altijd zo boos in de comments. Al dat soort dingen door elkaar. Oeh, fire aspect 1. Fucking chill voor op een boog. Noem het gewoon even op. We gaan meteen weer omhoog, denk. Ja, die chest zit een beetje in de weg, want dan ga ik erin. Dat vind ik niet zo handig. Zo dan. Nee, ik probeer in een sprong daar op te bouwen. Yeah, het lukte me. Het lukte. Yeah. Oh, vergeet ik helemaal de TNT onder die pressure plate te looten. Ik dacht al, dit is niet een Rick actie wat ik nu doe. Kom maar. Ja, dankjewel. En af en toe 9 TNT. Voor als nog een keer de weder ons huis aanvalt. Nog meer TNT. Voor achter de TNT muur. Want de TNT achter de TNT muur is wel aardig veel, maar het is niet genoeg. De TNT muur is nog niet helemaal vol. TNT, mooi. Statistieke mooi. En dan gaan we lekker omhoog bouwen, denk ik. Lekker terug. Misschien is het ergens anders in de tempel ook nog wat leuke loot. Dat zien we vanzelf wel weer. Even niet naar beneden gegooid worden nu. Dankjewel. Even dicht bouwen voor eigen veiligheid. Dankjewel. Nu even nog meer loot zoeken, denk. Of zit het er niet in? Heb je nog een bovenverdieping? Laten we daar eens even heen gaan. Hallo daar. Oké, dat vind ik redelijk saai. Redelijk saaiig. Even kijken hoor. Je hebt dit. De bovenkamer, ja. Dan zijn we weer daar. Ja, oké. Dan hebben we nog twee zijtorentjes en dat daar. Oké, nou, het ziet er niet echt uit als een plek waar ik nog chesten ga vinden momenteel, man. Nope, ik denk dat dit hem was, of niet soms? Ben ik iets vergeten? Ik vind van niet, namelijk. Dus ja, het is mijn mening tegen de jouwe. En ik heb 59 weed. Wat ga je er tegen doen dan? Ik ga nog even terug naar de village. Even misschien kijken of wat leuks kan ruilen voor die emerald. Misschien een stukje armor of zo. Ik geloof dat er een fan was die iets van diamond ruilde. Dat moeten we even vinden. Dat is wel leuk. Gratis diamond helmet of zo. Shoes, whatever. Als het diamond is. Toch even chill. Daar wordt aan de deur geklopt. Hard geklopt. Zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zal dat zijn? Wees maar gerust, mijn Minecraft-speler. Ik ben een gemene zombie. Drop die nu een carrot. Ik heb zoveel moeite gedaan. Ik heb helemaal een village moeten zoeken en de coördinaten moeten krijgen. Van een fan. Zij is kijker. En dan dood ik een zombie. Een tijdje later en dan drop die een carrot. Had gewoon in het begin van de serie een carrot gedropt. Irritante kutzombie. Dat zul je net weer zien. Oké, blaas me maar op. Ha, joke. Boom. Dat was grappig. Ik moest even gauw de put opblazen. Neuk jullie, villagers. Ik haat jullie. Even gauw een terroristische aanslag. Kom maar. Rick, in samenwerking met creepers. Boom. Mwah. Oh, daar zat niemand in. Jammer genoeg zijn er geen villagers overleden aan die terroristische aanslag. Ik kan gewoon de village opblazen met TNT momenteel. In een lege chest. Fantastisch. Fantastisch. Oeh, weed. Handig. Ik ga meteen weer ruilen. Ik kan gewoon het weed uit de village zelf plukken. En dan ruilen met de villagers. Fucking logic. Dit huis is al half naar de tering. Dat scheelt. Er zit ook niemand in volgens mij. Dat is dan... Oh, laat me niet zo... Laat me nooit meer zo schrikken, Spin. Laat mij nooit meer zo schrikken. Nou, gelukkig ben je dood. Je kan me niet eens meer zo laten schrikken. Dat scheelt. Hier nog iemand thuis? Klop, klop. Wie is daar? Niemand. Niemand wie? Precies. Blaas de weed op. Bam. Oké, ik ga nu zelf ook bijna dood. Nu moeten jullie stoppen, ik heb 9 emeralds bij me, laat me met rust. Laat me met rust. Want ik heb heel veel emeralds bij me. En ik heb 17 zombie flash, dat is best veel zombie flash. Al zeg ik het zelf. Ik kom gewoon geen villagers meer tegen. Die villagers boeien het gewoon niks. Ach, Rick, rot toch op. Wel een villager zombie, ah, goed genoeg. Moet wel een beetje om mijn tikken, om mijn takken, om mijn toeken passen. Want ik wil niet dood eigenlijk. Eigenlijk, weet je, het is een geheimpie, niet doorvertellen. Ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Lijkt alleen maar zo. Heb wel flink aan het aankutten momenteel. Dus als ik dood ga, is het zeker maar om op gevraagd. Ik zie daar zelfs 2 endermen. Oeh, een villager party. Mag ik ook? Koekjes! Dat is een verleidelijk aanbod, jongeman. Ik kan zelf gewoon heel makkelijk koekjes maken. Maar dat is leuker om het te ruilen. Oh, jij bent de wietman. Hop. Oh, deze keer werkt het wel. Oké, dat is fijn. Nog meer villagers.
16 wool, dat vind ik best veel. Dan heb je de Coleman, de Cookiesman. Ik kan mijn Iron Sword hier enchanten. Gewoon omdat het kan, weet je. Oh, daar is het. Zie je nou? Rent hij nou op de deur? What the fuck doen jullie allemaal hier? What the actual fuck? Weet je, er is er nog wat veeltjes binnen, oké. Een zombie met een gouden helmpie. Hallo daar. Ho, 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 oeps. Ja, beter. Mooi. Oké, wie is er al binnen? Oh, dat is de enchantman. Ik ga gewoon mijn wapen enchanten. Stond maar 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Yeah! Oh, hij is allemaal tegen helemaal gerepareerd. Dankjewel! Oh, heilige villager. Oh, dank u. Oh, geen moeite, Rick. Oh, dankjewel. Geef me een kusje. Geef me, give me some love. Give me some sugar, baby. Wat, ik ga een hele diepe kuil laten vallen van vernedering. Van vernedering. Daar ga je in vallen. In een diepe kuil van vernedering. Kan ik dat nog weghakken? Nee. Kan ik een lava ingooien? Nee. Zal ik een TNT ingooien met een pressure plate? Ja. Oké, villager. Dude, hij was nog niet klaar voor gebruik. Kijk, het is een villager shuffelin. Hey, ga er eens uit. Ga er eens uit. Mafkees. Van de sukkel is het ook soms, hè. Huh. Hoe doet hij dat? Wat, kan ik hier ook een pressure plate neerleggen? Werkt dat ook? Geef dat. Hetzelfde bijwerkende effect. Nou, villager, doe je ding. Nou, die gaan erop slaan. Dit vindt hij vast niet erg. Sorry. Sorry, villager. Het moet zo gaan. Dat was fucking grappig. Oké, nog een keer. Bobby de villager. Bobby de villager. Oh, wat, ik ben die pressure plate kwijt. Sorry, Bobby. Sorry, Bobby. Bobby, Bobby. Wat nu? Ja, Bobby moet wel dood. Alleen ik heb geen pressure plates meer. Dat is jammer. Moet ik eventjes... Nee, dat kan niet. Hoe steek ik dit nu aan? Goeie vraag. Ik ben niet echt zo'n survivaler die dingen aan... Ik kan mijn boog... Ik heb geen boog mee, anders had ik hem kunnen enchanten met dat boek waarschijnlijk. En dan gebeuren ze, nou, dan neem ik hem weer mee. Dan blazen we een andere keer wel iemand op. Toedels! En jullie denken ook met toedels, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet even een like te benoemen tot de volgende aflevering van... Minecraft Survival toch wel. Hallo daar. Lekkertje. Wat doet Smite nou eigenlijk? Is dat dan ook dat ze in de fik vliegen? Ja toch? Ja toch? Ja toch? Poppenkeur. Dat is van Jur. Jur wordt woest als hij dat hoort. Hij wordt woest. Hallo Spin. Oh, het is overdag zeker. Mag ik een knuffel? Nee, oké, dan niet. Dan toch niet, Spin. Bedankt kijken voor deze aflevering. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie woensdag weer bij een nieuwe Minecraft 5. Bedankt kijken voor de volgende aflevering. Doei!